kleurtjes en zo. Het lijkt altijd heel mooi, dat geel en dat paars. Prachtig. U brengt tenminste nog wat kleur in het land. Ja, je moet toch iets doen als de natuur naar achterwege blijft. Maar het moet eens groen worden voordat het verder gaat. Het zijn spannende dagen voor het programma van Bloeiend Zijpen. Zijn de bloemen wel op tijd? Ik kijk naar de velden en ik denk van, ja, misschien wil ik het heel graag. Maar ze zijn weer wat hoger, de groene puntjes. We hebben een heel programma met wandelen, de tulpencross, fietsen. Dus ja, het is wel spannend. We kunnen het nu nog niet geloven, maar straks ziet het er weer zo fleurig uit met alle kleuren van de regenboog. Oh, heerlijk. Het zonnetje doet zijn werk. 6 april is de opening en dan maken we de beslissing bekend of alle data blijven of dat we het gaan veranderen. Kunnen jullie nog wat hulp gebruiken? Moet Noord-Holland even komen blazen over de velden? Zachtjes blazen, warme adem. Ja, misschien helpt het, maar aan de andere kant, misschien is het niet nodig. Want in april hoeft het maar een week echt mooi te worden en dan schiet alles uit de grond. En dan moeten we misschien wel heel hard hollen om toch weer op tijd tussen die mooie bloeiende velden te lopen. Komt u nog wel terug voor de kleuren? Ja, denk ik nog wel, want we hebben nog wat uitstapjes in het vooruitzicht. Dus hey, Duk. Ik denk dat we de bollen nog wel een keertje tegenkomen dit jaar.